Welkom bij Rivierenland in Zaken. We hebben drie mooie onderwerpen. Allereerst gaan we het hebben over incasso en de uitleg daarover. We gaan het hebben over familierecht en vervolgens hebben we het ook nog over de ziektekostenpremie en alles wat daarbij komt kijken. Dit zijn de onderwerpen in deze aflevering van Rivierenland in Zaken. Door de economische ontwikkelingen is het met de bedrijven de laatste jaren niet heel erg goed gegaan. En dat betekent dat de financiële afwikkeling ook niet altijd vanzelfsprekend is. We gaan daarover praten met iemand die er alles vanaf weet. Dat is de heer Jochem van Baal. Hij is van Incas Intermediair. Bijzonder hartelijk welkom, Jochem. Dankjewel, Tom. Eventjes over onze Rivierenlandtafel. Waar kom je vandaan? Wij komen uit Tiel en zijn er ook gevestigd. Oké, dat is mooi. De introductie was duidelijk, hè? Incas. En de eerste gedeelte van de naam is, dacht ik, wel duidelijk. En dat intermediair, dat roept dan vragen op. Bij ons dan niet, hè? Incas staat eigenlijk voor dat wij vinden dat je het beter incas kunt hebben dan uitstaan bij je klant of debiteur. Het intermediaire staat eigenlijk voor altijd zoeken naar een oplossing en een manier waarop wij mensen te woord staan en zorgen dat we de dienstverlening op orde hebben. Dus dat incas is eigenlijk geen afgeleide van incasso, begrijp ik dan? Nee, echt. Wij vinden echt dat je het beter incas kunt hebben. Dus het kan een afgeleide zijn van incasso en men mag ervan maken wat ze er willen van te maken. Ja, het heeft altijd wel ook een beetje een negatieve lading, hè, dat incasso. Hoe komt dat? Wij hebben daar gelukkig geen last van. Ik denk dat dat te maken heeft dat hoe de dienstverlening is ingericht. Er zijn heel veel organisaties die bellen en schrijven en spreken misschien iets uit wat wellicht niet waar kan maken. Er zijn ook heel veel concurrentie en heel veel organisaties. Bij ons is zo geregeld dat wij een stukje debiteuren hebben om incasso te voorkomen. We hebben heel veel incassowerkzaamheden en bij geen betaling bieden we ook aan om een dagvaarding op te stellen en de procedures. Dus wij kunnen altijd ver met iemand omgaan, goed luisteren. We weten niet wie de tegenpartij is, dus wij proberen altijd een oplossing zorg te dragen. Oké, en dat intermediair gedoe, wat houdt dat dan verder in? Dat wij eigenlijk overal voor benaderd willen worden om een oplossing als het gaat om geldzaken. Dus dat kan zijn dat er een vonnis is wat wij graag willen inregelen. Een incasso waar eigenlijk heel makkelijk een oplossing voor gevonden kan worden, of het nou minderlijk of gerechtelijk is. Dus wij willen altijd toe naar de intermediaire oplossing. En wij zien ons ook meer als een intermediair dan als een incassobureau. Oké, dat is dan duidelijk. Nu hebben we een andere ontwikkeling, hè? De economie die trekt aan. Ja. Dus betekent dat dan eigenlijk dat zal iedereen het wat beter gaan hebben? Betekent dan eigenlijk dat je niet meer nodig bent? Nee, in tegendeel. Ik denk dat er veel meer gehandeld wordt, waardoor er ook veel meer facturen niet betaald worden, waarin er ook veel meer juridische strijd is. En wij proberen daarbij ook de ondernemer volledig te ontlasten. En dat is een hele dankbare taak. Ja, we hebben het nu alleen over het incassogedeelte gehad, maar het betekent ook, hoe heet dat, dat over het ontlasten, dat er ook een situatie is dat de ondernemer alle facturen bij jullie neerlegt. En dat schijnt ook een ontwikkeling te zijn, ja, in de markt. Ja, klopt. Het kan zo zijn dat een ondernemer zegt, ik heb een lijstje qua facturen en dat kan een bepaald bedrag zijn waarin wij gewoon simpelweg nabellen en zorgen voor een oplossing. Dat kan zijn vanuit de organisatie naam of vanuit onze naam. Wat dat betreft zegt incas eigenlijk nog niet veel dan de inhoud waar we het over gaan spreken op dat moment. Ja. En die ouderwetse kassa, zo gezegd, ja, die is er al bijna niet meer, hè? Nee, dat klopt. Ja. Nou, ik denk dat het voor mij helemaal duidelijk is. Een positievere inkleding van het beroep incas, mogen we dat zo zeggen? Ja, we verrichten natuurlijk wel echt heel duidelijk incassowerkzaamheden, maar voor ons is het heel belangrijk dat we een ondernemer ontlasten, dat ze tevreden zijn over onze dienstverlening. En we hebben daar een paar disciplines voor. Nou, ik ga je hartelijk bedanken voor de uitleg en veel succes wensen. Graag gedaan.
Volgende onderwerp in Rivierenland in zaken is familierecht. En dat is nogal een heel breed begrip. Het wordt tijd dat we daar een specialist voor aan het woord laten. Eindelijk is een keer een dame aan tafel. Dat vind ik altijd leuk. Marlinde de Vos van der Eijk is haar hele naam. En ze is van Bierman. Bijzonder hartelijk welkom. Dank je wel. Jij kan me uitleggen wat, we zullen je en jij zeggen. Uiteraard. Wat is familierecht en wat houdt het in? Als familierechtadvocaat, overigens ook erfrechtadvocaat, houd ik mij bezig met procederen en adviseren over allerhande juridische zaken die spelen rondom gezin en familie. Dus gezag, omgang, erkenning, alimentatiezaken, echtscheidingen ook. En zeker in echtscheidingen komen heel veel van dit soort onderwerpen samen. En ik treed dan vaak op voor of de man of de vrouw. En veelal is er dan ook sprake van een onderneming. Oké, en die onderneming, ja, dat is natuurlijk een heel mooi probleem. Want de ene partner heeft het opgebouwd en de andere heeft altijd meegewerkt. En hoe ga je dan, hoe ga je daar dan mee om, denk ik dan? Want dan zul je moeten gaan inventariseren wat de waarde is bijvoorbeeld. Zeker, zeker. Ja, in grote lijnen speelt natuurlijk hetzelfde als bij iemand die geen onderneming heeft. Hè. Er moeten ook goede afspraken over kinderen worden gemaakt, afspraken over gezamenlijke woning. Maar juist die onderneming is een belangrijk punt. Je noemde het al even, de waardering is een punt. Maar ook alimentatie raakt natuurlijk ook direct de onderneming. Als dat soort bedragen te hoog uitvallen, kan dat de continuïteit van een onderneming natuurlijk ook schade berokkenen. En dan zou je wel eens beter kunnen besluiten om gewoon bij elkaar te blijven? Dat is een alternatief. Ja. Maar goed advies is dan natuurlijk belangrijk. En ook betrokkenheid van de accountant in zo'n situatie. Nou wordt er over het algemeen de laatste tijd heel veel gesproken over een toename van de agressiviteit, van zogeheten vechtscheidingen. Hoe ga je daar dan mee om? Nou, dat komt inderdaad veel voor en dat is echt ook wel een groot maatschappelijk probleem. Zeker kinderen zijn daar vaak de dupe van natuurlijk. Ellenlange procedures maken natuurlijk niet beter op. En een goed alternatief is in zo'n geval mediation. Als ik mediator ben in zo'n zaak, dan treed ik voor meneer en mevrouw gezamenlijk op. Die zitten dan bij mij aan tafel en we gaan samen kijken naar goede oplossingen. Maar ja, een vechtscheiding is juist, lijkt mij dan, dat je allebei een advocaat hebt. En dat gaat dus in een heleboel gevallen heel veel geld kosten. Hè? En vervolgens gaan we er allebei uithalen wat erin zit. En mediation, dat is dan de oplossing. En hoe gaat dat dan? Het is natuurlijk wel nodig dat je nog een beetje on speaking terms bent, want anders dan werkt het niet. Maar ben je daar op tijd bij, dan is dat een mooi alternatief. Je gaat dan inderdaad samen zoeken naar oplossingen. Je hoeft dan niet meer te procederen. En dat scheelt een hoop tijd. En tijd is geld, dus het is ook aanzienlijk goedkoper dan wanneer je een heel gevecht aangaat bij de rechtbank. Oké, dus wat je eigenlijk zegt is, dat is leuk voor de mensen thuis om te weten, mediation is een voordeligere oplossing dan gelijk maar boem met een advocaat de strijd aan gaan. Ja, het is goedkoper en sneller en je hebt ook invloed op de uitkomst en dat is natuurlijk ook anders dan bij de rechter. Ja, het loopt nog hoog op met de scheidingen. Voor eind van het jaar, heeft dat dan er ook nog wat mee te maken met een boekjaar bijvoorbeeld? Dat je zegt van het wordt nu toch tijd dat wij de waarde van ons bedrijf gaan bepalen. Dan is eind van het jaar een mooie gelegenheid. Merken jullie er iets van? Of? Nee, het is gek gezegd eerder net na de feestdagen dat meer loskomt. Het einde van het jaar is op zich een prettige peildatum als het gaat over waarderingen en dergelijke. Maar meestal is het na de feestdagen toch meer het moment voor scheiden. Is dat een van de redenen dat jullie dan ook een inspreekuur hebben? Nee, dat staat er helemaal los van. Dat hebben we het hele jaar door. Iedere eerste maandag van de maand, van 5 tot 6 bij ons op kantoor, is er een inloopspreekuur en dan kunt u zonder afspraak binnenlopen om eens eventjes een paar minuten kosteloos te sparren over. Dus als mensen van elkaar af willen, dan moeten ze naar u toe? Dan moeten ze wel even langskomen. Ja, dat is toch voor de feestdagen niet een heel fijn gevoel, denk ik dan. Nee, nou ja, misschien zal die na de feestdagen dan ook wat drukker bezocht zijn dan ervoor. Ja. Maar we weten in ieder geval het verschil tussen een mediator en een advocaat. Zo is het. Steeds meer is er onduidelijkheid over de zorgpremie. Je hoort alles en nog wat over mensen die overstappen. Waarom zouden ze dat doen? Het wordt tijd dat we dat gaan toelichten. En dat doen we met Erik de Haan van Ziekenhuis Rivierenland. Hij is directeur Finance and Control. Erik, hartelijk welkom. Directeur Finance and Control. Zo, wat doet zo'n directeur allemaal? Ja, ik ben verantwoordelijk voor de financiën van het ziekenhuis waar ik werkzaam ben, Ziekenhuis Rivierenland.
En je moet er zorgen dat de kas klopt. Ja, precies. Dat er genoeg, dat er meer opbrengsten zijn dan kosten. En dat we de dingen, het geld aan de goede zaken uitgeven. Ja, nog even het verhaal over al die overstappers. Hoe werkt dat nou eigenlijk? De overstappers, de mensen die van de zorgverzekering veranderen. Je kan, ieder jaar kan je kiezen tussen welke zorgverzekering je wil. Dat kan je op één moment in het jaar doen, namelijk voor 1 januari. Ja, je moet dus goed kijken van wat voor verzekering ga ik kiezen volgend jaar. Ga ik überhaupt overstappen? Ja, hebben we jarenlang gehoord dat de premie eigenlijk toch redelijk controleerbaar was. En we hebben nu een stijging. Het aantal overstappers is nog nooit zo groot geweest. Heeft dat te maken met het feit dat er een heleboel partijen ook een budgetpolis aanbieden? Ja, inderdaad. Het is nu zo dat inderdaad de premie stijgt en dat mensen dus ja, enthousiaster gaan kijken van goh, waar kan ik me verzekeren, want wat is goedkoper. Het wordt erg duur, de zorg. Dit jaar voor het eerst omdat de zorgverzekeraars niet meer hun reserves gebruiken om de premies laag te houden. Maar dus gewoon de kosten die zij maken in de premie verwerken. En dat leidt tot een stijging. Ja. Maar en die stijging, ja, we zoeken natuurlijk allemaal het goedkoopst op. Hè? Dat is... Ja, dat is begrijpelijk natuurlijk. Maar je moet wel heel goed nadenken. Van, verzeker ik me voor de goede zaken? Ben ik wel verzekerd voor waarvoor ik verzekerd wil zijn? Of voor het ziekenhuis, of de huisarts, de fysiotherapeut? Met gezondheidszorg is dat natuurlijk altijd moeilijk. Want je weet nooit wat je overkomt de komende tijd. Hè? Dat klopt, ja. Ja. Maar die overstappers, is dat nou eigenlijk zinvol? Of zeg je van, en waar moet je dan op letten? Ja, nou ja, het kan zeker zinvol zijn. Ik heb begrepen dat het verschil tussen de goedkoopste premie en de duurste premie kan wel per maand van €60 tot €140 verschillen. Afhankelijk van of je collectieve afspraken hebt met je werkgever bijvoorbeeld. Ja. En of je veel of weinig eigen risico neemt en wat je verzekert. Ja, en dan het verhaal wat ook verteld wordt, dat in sommige verzekeringen niet alles zit. Dat zou kunnen betekenen dat je hier in Rivierenland een ziekenhuis hebt en dat je als je iets overkomt, dat je daarvoor naar Groningen of ergens anders naartoe moet. Ja, of nog erger dat je erheen gaat en dan achteraf begrijpt, hoort dat je niet verzekerd bent en dan moet naar een ander ziekenhuis moet gaan inderdaad. Ja, die budgetpolissen waar je naar je refereert, hè, dat heet dan budgetpolis. Is overigens moeilijk voor een verzekerde om te zien, heb ik een budgetpolis? Ja. Ik heb ook mensen in het ziekenhuis, medewerkers van mij, die dan zelf blijken een budgetpolis te hebben achteraf. Dus die moet je heel goed naar kijken. En je moet bij je verzekeraar kijken van, goh, is het ziekenhuis of de andere zorgaanbieder wel gecontracteerd? Dat lijkt bijna een Amerikaans model, dat je binnengebracht wordt en kan ik hier wel geholpen worden, kan ik het wel betalen? Ja, heel klein beetje waar is het wel, ja. Ja. Hoe zit het hier in Rivierenland? Kan iedereen nog steeds in ons vertrouwde ziekenhuis terecht? Ja, nou, we hebben met alle grote zorgverzekeraars, of alle zorgverzekeraars eigenlijk, hebben afspraken gemaakt. Dus welke verzekeraar je ook hebt, die kan bij ons terecht. Maar niet voor de budgetpolissen. Oké. Okay. Voor de budgetpolissen hebben de verzekeraars ons niet gecontracteerd. Dus dat betekent dat mensen toch wel heel goed zich moeten laten informeren over wat voor type polis je dan hebt. En hoe kan men dat zien in zo'n polis? Want, ik weet niet of je dat. Heel veel mensen lezen een polis denk ik niet echt. Dus een dik pak papier, je krijgt het niet eens altijd. Dus ik zou kijken op de site van het ziekenhuis, als je voor het ziekenhuis gaat. Of op de site van de zorgverzekeraar, waar je bent verzekerd. Of er een contractering is. Wordt de zorg in totaliteit beter door dit soort ontwikkelingen of wordt het een stuk minder? Ik denk dat het minder de budgetpolis een slechte ontwikkeling is. Verzekeraars die bieden die budgetpolis aan met verlies. En dat maken ze dus goed op andere verzekeringen. En de mensen die geen budgetpolis hebben, die betalen eigenlijk de rekening van de anderen. Dat is geen echt sociaal systeem. Ja, gelukkig dan maar gezond blijven, hè? Daar gaan we er maar vanuit. Ja, maar ja, dat is niet voor iedereen van toepassing. Dank voor dit gesprek. Dit was Rivierenland in Zaken. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkeling in de regio? Dan volgt u ons natuurlijk niet alleen op tv, maar ook op onze website www.rivierenlandinzaken.nl. Dank voor uw aandacht en tot de volgende Rivierenland in Zaken.